Het is weer zover. Er is een nieuwe map in Stubble Guys. En natuurlijk moet deze jongen dan iedereen gaan slopen in die map. Ja, ik weet niet of het gaat gebeuren. Het zou wel mooi zijn, ja. Want het is namelijk Space Drop. Het is echt een geniale map. Want mijn favoriete map in Stumble Guys is namelijk Hexagon of Honey Drop. Eén van die twee. Ja, de ene is Fall Guys en de andere is Stumble Guys. Maar in ieder geval, dan heb je natuurlijk een soort van plateau. En elke keer vallen er allemaal stukken weg. En dat heb je hier ook, alleen je hebt het in de ruimte. Dus je hebt zeg maar een enorme jump die je kan maken. En ondertussen heb je ook nog springplateaus ertussen. Het is geniaal. En ik ga dus kijken of ik iedereen kan slopen hierin. En als ik er weer al, dan mag ik 10 keer aan het rad spinnen. Dat vind ik wel leuk, hè. Met een beetje mazzel krijgen we dan nog iets goeds. Dan mag ik aan het epische skinrad spinnen. Misschien dat we special krijgen. Eigenlijk achterkant is klein, maar ja, je weet het natuurlijk maar nooit. Ook nog vet veel andere aanbiedingen trouwens. Gaan we allemaal niet kopen. Maar als jullie zin hebben in deze video, doe natuurlijk dat duimpje omhoog. 1000 likes zou mooi zijn. Is wel veel, maar het wordt wel gewaardeerd. En vergeet niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf op de hoogte van al mijn video's. Maar laten we maar beginnen. En dan, oh nee, dan moet ik hier niet spelen. Ik moet Space Drop spelen. Ja, dat zal anders stom zijn. Trouwens, vooruitgang. Je kunt alle beloningen verzamelen om te... Je krijgt dus als je eerste wordt 5 van die stumble tokens erbij. Oké, en blijkbaar hoe verder je komt, hoe meer rewards je krijgt. Geen idee, we gaan gewoon lekker spelen en we gaan eens kijken of we kunnen winnen. En dan ben ik dus benieuwd hoeveel stumble tokens je dan elke keer krijgt. Nou, we gaan het zien, want natuurlijk ga ik winnen. Ja, dat hoop ik. Kijk, dit is de nieuwe map. Ja, ik vind hem echt heel nice. Je hebt dus allemaal van die jump plateaus. Die gaan trouwens ook weg. Dus op het moment dat je er op eentje springt, dan gaat hij ook weg daarna. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Oké, we gaan nu even naar deze jump plateaus. Ik val wel heel veel naar beneden. Maar check de jump die je omhoog kan maken. Dus dat is wel heel chill. Kunnen we weer gewoon helemaal omhoog gaan. Ja. Dus als jij ver naar beneden bent, je kan op zich wel redelijk makkelijk weer vrij hoog komen. Ondertussen zijn er al 5 af. Dus dat is mooi. Oh, nu moeten we hier even uitkijken. Ik wil nu deze jump nemen. Oh, dat gaat niet helemaal goed. Oké, ik ben nu redelijk ver naar beneden gegaan. Maar we hebben het alsnog gehad. De eerste ronde ben ik doorgekomen. Oh ja, en wat je trouwens ook hebt. Je hebt ook nog van die jump plateaus die blijven bestaan. Die draaien rondjes om de map heen. Maar ik heb geprobeerd daar een keertje op te springen. Dat is mega moeilijk. Dat wil echt gewoon bijna niet. Ik zal het zo meteen maar even laten zien. Ik ga niet proberen erop te jumpen. Maar het kan wel. Zie je die nu ergens? Ja, ja, ja. Je ziet hier rechtsonder zie je nu zo'n plateau bewegen. Kijk, daar zo zie je hem. Oh, ik moet niet te veel daarop focussen. Maar die kan je dus ook op jumpen. Of daar kan je ook op jumpen. En die blijft dus blijkbaar bestaan. Dus dat is wel goed om te weten. Dus het is altijd een soort van noodoplossing eventueel. Er zijn nu trouwens al 4 af. Bro, of zijn die net gestopt? Dat zou ook kunnen. Want ik vind dat wel vrij snel. Oké, die groene die gaat nog meer naar beneden. Dus dat is mooi. Dan gaan wij hier eventjes omhoog. Want ik zie dat hier nog best wel veel staat. Ja, dat is wel het voordeel. Want je kan echt mega lang overleven. Ik denk zo meteen in de finale. Zo'n potje kan echt een paar minuten duren. Omdat het gewoon puur zo lang duurt, deze map. Ja, als iedereen een beetje goed speelt, zeg maar. Oké, daar gaan we dan. Finale nummer 1. En dan eens kijken of we deze ook meteen kunnen gaan winnen. Oké, dit begint niet super lekker. Maar ik kan deze jump nemen. Waardoor ik gewoon weer hoog kan komen. Ja, kijk, dan jump ik mijzelf gewoon weer helemaal omhoog. Ja, dus ik ben nu net zo hoog als alle andere spelers. We moeten hier even jumpen. Zou ik deze dan ook nog kunnen halen? Ja, dat lukt. Ik haal die alleen net niet. Dus moeten we even snel hierheen. Dat gaat nog goed. We hebben een dubbele jump. Oké, daar moeten we dus echt voor uitkijken voor die dubbele jumps. Nee! Die dubbele jumps, oké. Geen dubbele jumps doen, want dat is echt gewoon verprutsing van je game. Oké, nou, we hebben de finale helaas niet gewonnen. We doen het nog een keer. Ik moet de finale eventjes winnen. Nou, we weten nu in ieder geval dat we de eerste 2 rondes vrij makkelijk door kunnen komen door gewoon een beetje tactisch te spelen. We kunnen ook proberen de eerste ronde door te komen door alleen maar van die hoge jumps te nemen. Zal ik dat doen? Ik ga kijken of dat gaat lukken. Oh, die ga ik nu niet halen. Dan moeten we hier naartoe. Oké, ja, ik denk dat dit heel lastig gaat worden. Gaan we nu deze hoge jump nemen. En ik zie dat we die hier nog eventueel 2 hebben. Dus die kan ik eventueel ook nog nemen. Daarna wordt het wel een pittige. Dan moet ik hier overheen. Gaan we hier tussendoor. En gaat het nu lukken? Nee, oké, nee. Als ik nu geen jump meer had genomen, dan was ik af geweest. Oké, het was wel even een leuke challenge, maar niet voor lange tijd. Want anders was ik al de eerste ronde eruit geweest. Ik denk wel dat het mega moeilijk is om op die manier een ronde door te komen. Want je hebt gewoon zoveel minder plateaus waar je gebruik van kan maken dan. Maar alsnog, eerste ronde door. Dus dat is nice. Nu even zorgen dat we ook de tweede ronde doorkomen. Nou, en dan ga ik nu wel de gewone manier doen van spelen. Want we willen natuurlijk even zorgen dat we de finale gaan halen.
halen. Maar dus dat is één tip richting jullie. Gebruik geen dubbele jump. Want je hebt gewoon veel minder controle over je poppetje. En je hebt geen redding meer. Dat moet je echt alleen doen in het uiterste geval. Dat je zeker weten dat je anders afgaat. Want anders ga je alsnog af. We zitten hier mooi hoog. Het is hier hartstikke rustig. Dus ik kan mooi mijn ene jump doen naar de andere. En hier is nu alles wel weg. Dus we moeten nu even een verdieping omlaag. Maar dat is geen enkel probleem, want er zijn nu al 8 af. Ik zat er gewoon bijna helemaal bovenaan en er waren gewoon al 8 afgegaan. Nu moet ik zorgen dat ik hetzelfde ga doen in de finale. Oké, let's go! Dan gaan we beginnen met de jump maken. Nee, dat doen we toch niet. We gaan nu deze jump maken. Kabim! Dat is wel nice. Dan ga je in één keer zo hoog. Oh, dan moeten we hier eventjes heen. Ja, prima. En daar is nog een jump. Gaan we niet maken. Ik ga eventjes hierheen. We kunnen eventueel deze nog hoger doen. Oh, dat was een beetje stom. Ik wil deze jump nu maken. Dan gaan we in ieder geval weer wat hoger. Oh, deze kan ik nu halen. Oké, nice. Dan ben ik toch weer helemaal omhoog gegaan. Even naar deze gaan. En dan wil ik deze jump hieronder hebben. We zijn nu met nog best wel wat over. Ik ga hem gewoon voor safe. Ik ga even deze pakken. Want we zijn nu nog met 5 en nu speelt iedereen wel vrij goed. Iedereen die zit nog redelijk hoog. Ja, je hebt altijd een paar noobs die snel afgaan. Maar je blijft altijd met een paar over die lange blijven spelen. Het is trouwens wel zo, in de finale heb je minder plateaus dan bijvoorbeeld in de halve finale. Dus dat is wel iets om rekening mee te houden. Oké, nu ga ik wel deze dubbele jump doen. Had ik niet moeten doen. Oh, kijk, nu kan ik gewoon niks. Nee! Ik ga weer dezelfde fout. Of ik heb weer dezelfde fout gemaakt. Geen dubbele jumps. Oh, man, oh, man, oh, man. Oké, we proberen het nog een keer. Ik moet die finale winnen. Oké, nou, ik weet het goed gemaakt. Ik laat vanaf nu alleen nog maar de finale zien. Die voorrondes, die speel ik even voor mezelf. En dan laat ik alleen de potjes zien wat er echt toe doet. Want we moeten gewoon zorgen dat we hier eventjes gaan winnen. En die voorrondes, dat is dus niet zo moeilijk. Dus ik zie jullie als we in de finale staan. Joejoe. Ja, daar zijn we weer. Met de nieuwe finale. Oh, nee. Oh, dat ging nog maar net goed. Oké, dan kunnen we deze jump maken. En dan is het dus nu aan mij de taak om lang boven te blijven. Oeh, die heb ik ook nog maar net gehaald. Haha, ik had hem net voor die andere weggehaald. Die deed een dubbele jump. Zou die nu ook afgaan? Nee, volgens mij is hij niet afgegaan. Maar die dubbele jump, ja, jullie hebben het al een paar keer gezien. Die kunnen fataal zijn. Als jij niet die goede dubbele jump uitvoert, dan ben je de lul. Oké, kijk, nu voer ik hem goed uit. Ik begin het iets door te krijgen eigenlijk. Oké, die ging ook nog goed. Kunnen we naar deze. Dan gaan we even hierheen. Hier hebben we trouwens nog best wel wat plateaus. Dus dit is nice. Dit zou kunnen worden. Dan hebben we 3 finales gehad. En dan ga ik de derde uiteindelijk winnen. Die voorrondes is voor mij echt geen probleem. Daar ben ik elke keer makkelijk doorgekomen. Het zijn echt puur de finales. Ja, ik sta op deel met het hoogst. Niet dat ik er heel veel aan heb, want ik moet nu even kijken waar ik nu naartoe kan gaan. Oh, zou ik deze nog kunnen halen? Ja, die haal ik niet. Oh, nee! Oké, ik heb nu een dubbele jump gedaan. Dat is dom. Oh, nee! Nee, die dubbele... Nee! Ik dacht, ik kan het misschien nog halen. Ah, oh, jongen. Weer in dezelfde val getrapt. Oké, we gaan het nog een keer proberen. Nu moet het echt gaan gebeuren. Ja, jullie zien al in de finale. Ik word echt gewoon chagrijnig van mezelf. Gewoon de hele tijd die dubbele jump die het verpest. Nou, dit is dan poging nummertje 4 alweer. Ja, nu gaat het wel goed komen. Let maar op. Niet 3 keer in scheepsrecht, 4 keer in scheepsrecht. Nou, dan gaan we hier even rustig wachten. Tot nu toe elke keer dezelfde fouten begaan. Ja, ik hoop nu dat dat een keertje niet gaat gebeuren. Ja, elke keer zeg ik het. Geen dubbele jump. Maar dan doe ik het toch wel. Ja, en soms gaat het goed, maar meestal gaat het fout. Oké, hier kunnen we even heen. Deze kunnen we ook makkelijk halen. En oké, nou, hij heeft daar een stukje gejat. Oké, nu moet ik naar deze. Oh, die maakt alles kapot hier zo. Oké, nou, dit is prima. En oké, dat is mooi dat die daartussen is gevallen. Dus dan kan ik hier eventjes heen. Oeh, daar waren ook nog 2 andere. Die ene deed een dubbele jump en die is nu ook afgegaan. Ja, die dubbele jumps, jongen, die zijn echt dodelijk gewoon. Oké, ik ga nu even naar deze. Ja, dan heb ik deze gehaald. Dan moeten we even kijken wat mijn volgende route gaat worden. Ik denk dat ik toch een beetje hier ga blijven. Ik vind het een te groot risico om naar die andere kant te gaan. Oh, daar is zo'n hoge jump. Ja, die wil ik eventjes nemen. Dan gaan we eerst naar deze. En dan wil ik die hoge jump doen. En met een beetje mazzel kunnen we dan ergens weer hoger op het oppakken. Ah, niet echt. Nou, dit is op zich goed genoeg. En ik zit hier nu met iemand anders. Je kan trouwens ook die andere slaan. Het zou kunnen werken. Maar ja, we zitten al in ieder geval verder dan in de games waarin ik net zat. Dus dat is mooi. En we zijn nu nog met 3 over. Ja, we zijn met 3. Dus dan is het nu zaak om dit te halen. Oké, die jump kan ik niet halen. Dan moeten we even snel op mijzelf herpakken. En deze kan ik wel halen. Hohoho.
We zijn met z'n tweeën. Oké. Dit moet nu gaan lukken. En jullie zien inderdaad, ik heb nog geen dubbele jump gedaan. Dat scheelt zo extreem veel, jongen. Ja, dat is echt heel nice. Dit is ook mooi. Want hier ligt nog van alles. En ja, deze kan ik halen. En dan kunnen we hier nog zo meteen die hoge jump doen. Dus dat is ook chill. Oké, deze kunnen we halen. Waar is die andere guy eigenlijk? Ik heb hem nog helemaal niet gezien. Of zal die hier nog boven zitten? Dat zou misschien kunnen, hè? Dat hij nog gewoon boven mij zit. Oh, nee. Hij zit daarachter. Ondertussen wordt de wereld echt kleiner en kleiner en kleiner. Oké, nu deze halen. Ja, dat is prima. Dan ga ik even die hoge jumps pakken. Of nee, dat is beter om te bewaren als laatste reddingsmiddel. Stel, ik moet opeens ergens anders naar de andere kant. Dan is zo'n hoge jump handig om eventueel de andere kant te halen. Dus ik laat ze nog eventjes liggen. Dan hoop ik wel natuurlijk dat die tegenstander niet die hoge jumps gaat doen voor mij. Oké, ja, dan ga ik nu even naar deze kant. Oké, dit gaat denk ik nog goed. Ja, deze kunnen we halen. Oh, hij is hier ook ergens, die andere guy. Ik weet alleen niet waar die is. Oké, deze jump kunnen we nog halen. En dan moeten we nu hier naartoe. En ik heb hem gehaald! Ja! Let's go! Het is gelukt! Heerlijk. Oké, de aanhouder wint. Oh, ik heb hier 4 finales voor moeten spelen. En die finales duren echt lang, jongen. Je moet echt gewoon pure focus spelen. Maar uiteindelijk is het goed gekomen. Ik heb mijn eerste overwinning te pakken in de nieuwe map. En wat hebben we nu? Verzilver beloningen. Oh, nu krijg je 15 van die. Ik wil het allemaal. Of ik heb geen idee. Of kan je dat dan nu? Heb ik die nu geclaimd? Ik heb geen idee of ik die nu heb geclaimd. Nou, maakt ook niet uit. Ik heb gewonnen en daar gaat het om. We gaan even 10 keer aan het EMG gat spinnen. En dan gaan we eens kijken of we nog een misschien een special kunnen krijgen. Gewoon puur als reward voor mij omdat ik het heb gehad. Ha, zou dat zijn? Gewoon meteen de eerste spinnen special. Ja. Dat ook nog. Alsof het niet gekke komt. We krijgen gewoon nog een special. Ik heb hem al wel, maar dan krijgen we volgens mij 700 stubble tokens ervoor in de plaats. Ja, mijn stubble tokens gaan gewoon bijna niet naar beneden. Ik heb er zoveel, maar omdat ik elke keer als ik spin weer terugkrijg, dan blijft het een soort van gelijk of zo. Maar dat is wel nice, dus dat hebben we ook nog gekregen in deze video. Nog eentje? Dat zou helemaal lijp zijn als we 2 specials hadden gekregen in 10 spins tijd. Eentje is al heel ziek. En ja, ze komen wel redelijk veel voorbij, die specials. Ja, ik heb echt het idee alsof ik alleen maar geluk heb. Ja, die Inferno Dragon, die zou ook nice zijn geweest. Maar ik denk dat de 10 spins bijna voorbij zijn. Ik gok dat dit de laatste is. Ja, dat weet ik niet helemaal zeker, maar dat denk ik in ieder geval. En was dit de laatste? Ja, dat was de laatste. Inderdaad, een special gekregen. Dus dat zijn 700 stumble tokens erbij. Dus we hebben nu nog gewoon stumble tokens winst gemaakt ook nog. Helemaal mooi. Nou, ik laat het erbij. Ik bedank jullie voor het kijken. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als jij nou onmiddellijk hebt genoten van deze video, dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus dan kan je die nog even checken. En druk hierop, dan kan je abonneren en blijf je op de hoogte van al mijn video's. En nog één laatste iets. En dat is het allerlaatste van deze video. Check bouwers.nl voor de Bouwers Army kleding.